We zijn inmiddels in Waalre aangekomen waar we een afspraak hebben met Capcom. Er komt namelijk een nieuwe game uit en ik heb het hier over Bionic Commando. Die zal verschijnen voor de PlayStation 3 en de Xbox 360. Iets meer dan 20 jaar geleden kwam de originele Bionic Commando uit op de NES. We zijn nu meer dan 20 jaar verder en nu zal de game uitkomen voor de Xbox 360 en PlayStation 3, onder andere. Maar ja, wat kunnen we nu precies van deze game verwachten? Waarom moeten mensen dit nu gaan kopen? Ja, Bionic Commando is een hele oude licentie, dus waarschijnlijk een heel aantal gamers zullen Bionic Commando niet kennen. Misschien wel van vorig jaar, omdat Capcom... Bionic Commando Rearmed op PlayStation Network en live heeft gezet. Wat zijn precies de mogelijkheden in dit spel met je bionische arm? Nou, je bent eigenlijk een bionische soldaat, dus deels robot. Het verhaal gaat eigenlijk over een groep terroristen waar je vroeger in hebt gezeten en... Destijds is Nathan Spencer, het hoofdkarakter, verraden. Je kunt slingeren met je arm, eigenlijk als een soort van Spider-Man. Maar kun je ook nog je vijanden ermee aanvallen? Zijn er meer opties dan alleen maar het slingeren met je arm? Absoluut. Het slingeren is ook niet altijd noodzakelijk. Maar je kunt eigenlijk uit je bionische arm komt een lier. En die houdt zich vast aan of gebouwen of bij wijze van lantaarnpalen of andere voorwerpen. En daarmee kun je... een gebouw opkomen, je kunt gaan zwieren, gaan slingeren ook echt. Soms is het noodzakelijk om door bepaalde levels of delen van levels te komen. Naast je bionische arm heb je natuurlijk ook de wapens. Kun je iets meer vertellen over wat voor soort wapens er in deze game verwerkt zitten? Het gaat van een pistool tot een automatisch geweer, maar ook bijvoorbeeld een snipergun. Dus er zijn echt behoorlijk wat wapens. Goed, dat is behoorlijk wat. Wat voor nieuwe dingen kun je allemaal leren? Wat krijg je bij? Nou, bijvoorbeeld in die singleplayer kun je nieuwe moves leren. Uiteindelijk ook al nieuwe wapens. Maar ja, je hebt echt hele leuke moves om je tegenstander uit te schakelen. En dat kun je ook op de manier doen die jij het leukste vindt. En je kunt bijvoorbeeld je tegenstander met je bionische arm oppakken. Dan gaat die lier uit en dan kun je hem omhoog gooien en weggooien. Of op de grond slaan. Of bijvoorbeeld op andere tegenstanders nog slaan. Dus dan kun je in één keer met één tegenstander kun je drie anderen die bijvoorbeeld bij elkaar staan uitschakelen om daar die ene persoon op te gooien. Goed, met gebruik maken van je omgeving is dus heel erg belangrijk in deze game. Kun je wat meer vertellen over de soort omgevingen die we in de levels terug zullen zien en in hoeverre heb je heel veel vrijheid daarin? Nou, uiteindelijk speelt het zich af in een hele grote stad. En daar ga je een vernietigde stad. En daar ga je dus in verschillende delen van die stad door de levels heen. Ja, het varieert wel. Soms ga je gebouwen in of ga je meer wat industriële gebieden in. Je komt ook zelfs in wat groene gebieden terecht. Dus het varieert wel. Plus je kunt gebruik maken van enorme hoogteverschillen. Ik zit inmiddels buiten. We hebben net Bionic Commando gespeeld. Een game die 22 mei zal uitkomen op de PlayStation 3 en Xbox 360. Het zag er allemaal heel goed uit. Grafisch is het ontzettend mooi. Maar op een gegeven moment merk je dat de game in herhaling valt. En de besturing werkt helaas niet helemaal vlekkeloos. We vragen ons af of dit alleen in deze versie zo is. Of ook in de uiteindelijke versie. Als je daarachter wil komen, moet je XGN in de gaten houden. Want we komen natuurlijk tegen die tijd met een review. You can live on, live on.